Hello everyone, my name is Tuan. I will be providing you all with a Dutch version of this 5-minute guide on the 1047 Battlecruiser project from the Netherlands. De Nederlandse geschiedenis met betrekking tot de aanschaffing van slagschepen is bijna net zo beladen als de Grieken. Er waren plannen voor de aanschaffing van slagschepen in de vroege jaren 1910, maar dit ontspoorde dankzij de Eerste Wereldoorlog. Toen dit tijd onbekend voor de Koninklijke Marine, het uitkiezen van 1938 als startdatum om te kijken naar nieuwe plannen voor de aanschaffing van slagschepen om het Nederlandse Rijk te kunnen verdedigen, bleek ook niet gunstig te zijn. Maar duidelijk niet bewust van wat er plaats zou vinden, in 1938 en 1939 werd een plan uitgewerkt voor de bouw van 2 of 3 nieuwe slagschepen. Deze schepen waren niet bedoeld als een krachtig tegenwicht tegen agressie, want de landen die een potentieel interesse hadden in het Nederlands grondgebied en het vermogen om een vloot te sturen om dit in te nemen, hadden veel meer slagschepen dan wat gepland was. In plaats daarvan was het te vergelijken met een kleinere versie van Van Tirpitz zijn risicovlootstrategie. De meest waarschijnlijke tegenstander, Japan, zou zonder enige moeite de aanwezige Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië overrompelen met een paar kruiseres-kaders en hun ondersteuningseenheden. Maar de aanwezigheid van een paar slagschepen zou betekenen dat zij aanzienlijke eenheden zouden moeten toewijzen. Enerzijds een zwaar gedeelde kilobataille of anderzijds een eskader van hun eigen slagschepen. Of misschien zelfs allebei. En met een derde tot de helft van de gevechtsklare Japanse vloot benodigd voor het verzekeren van een overwinning in een oorlog waar, vanwege de nood om via de Filipijnen Nederlands-Indië te bereiken, het geloofwaardig zou zijn dat een Amerikaanse deelnemer aan de oorlog zeker was, wordt Nederlands-Indië ineens een veel minder aantrekkelijk doelwit, want het laatste wat de Japanse vloot zich kan veroorloven is het behalen van een kostelijke overwinning tegenover een Nederlandse vloot, om vervolgens de rest van zijn vloot aan stukken gereten te zien worden door de Amerikaanse vloot, waardoor het handjevol schepen wat zij dan nog zouden bezitten makkelijk verslagen zou kunnen worden door iedereen met een groot interesse in de regio, zij het Brits, Frans of Amerikaans. De verschijnende opgestelde specificaties in vroeg 1939 riepen om een schip, bewapend met 3 28 cm drielingtorens, in een redelijke standaardindeling van 2 torens voor in een supervurende positie en 1 toren achter. Een secundaire batterij van 8 12 cm kanonnen voor anti-lucht- en oppervlaktedoelwitten en 14 40 mm anti-luchtkanonnen in tweelingopstellingen. Er waren geen torpedo's aanwezig, maar wel 4 vliegtuigen, waaronder 2 gevechtsvliegtuigen. De snelheid was behoorlijk hoog, met een maximumsnelheid van 32 à 33 knopen. En de bepansering was een verspreide indeling met een 25 cm panzergordel, mitscheeps die bescherming bood tegen kruisers en lange afstandsvuur van kleinere slagschipkanonnen en een dunnere voor- en achtergordel. De standaard waterverplaatsing kwam uit op 26.000 à 27.000 ton. Als dit klinkt als een slagkruiser variant van de Scharnhorst-klasse, dan is dat niet puur toeval, want dat specifieke schip, hoewel veel zwaarder bepanserd, maar met een minder efficiënte verdeelde secundaire batterij, was nogal een rage onder de late jaren 1930 kleinere vloten. Sterker nog, na wat korte discussies over vragen om Franse hulp, gingen de Nederlanders in plaats daarvan naar de Duitsers om te onderhandelen voor complete toegang tot de blauwdrukken van de Scharnhorst-klasse, in ruil voor het bestellen van de grote onderdelen, bepansering, kanonnen, etc. van Duitse bedrijven. De Duitsers waren geïnteresseerd, maar waren niet bereid om hun eigen bouwtekeningen te overhandigen voor wat uiteindelijk nog een theoretisch project was
voor een land dat misschien de tekeningen zou kunnen gebruiken voor invloed ergens anders. In plaats daarvan stuurden zij een aangepast ontwerp, met hun eigen ideeën erover, wat neerkwam op een ruwweg vergelijkbaar schip, met wat extra bereik, maar minder bepansering. De onderneming van een reeks overwogen aanpassingen aan het ontwerp resulteerde in een aantal aanpassingen, waaronder de toename van machinevermogen in zo'n mate dat de theoretische snelheid van net onder 35 knopen werd geschat. Dit zou de klasse de snelste slagschepen ooit gebouwd of serieus overwogen hebben gemaakt. Het ontwerp ontving ook een extra paar 12 cm dubbeltorens en 10 tweelingopstellingen voor zware machinegeweren. Dit alles duwde de waterverplaatsing naar ongeveer 33.000 ton. Er was nu een korte afleiding voor overweging van een veel kleiner en slomer schip, wat fundamenteel gezien een 16.000 ton zware kruiser was, dat vergelijkbaar was met een enigszins beter bepanserde Wichita met 24 cm kanonnen in plaats van 20 cm kanonnen. Maar de vertragingen inherent met deze aanpassingen en de erkenning dat er een aantal schepen waren die deze schepen zouden kunnen inhalen en overmeesteren, en het feit dat het de kracht miste om een groep Treaty-era zware kruisers te overmeesteren, resulteerde in een snelle val van dit alternatief. In plaats daarvan vorderde het nu slagkruizerplan voort in twee lijnen. Een Nederlands ontwerp dat gebruik maakte van met licentie gebouwde Yarrow boilers, die meer ruimte innamen maar makkelijker te onderhouden waren. En een design dat gebruik maakte van vele Duitse voorstellen en een compactere maar moeilijkere te onderhouden Duitse aandrijving. Het werd verwacht dat de kiel van de drie schepen zou worden gelegd in 1940 en dat zij in dienst zouden worden gesteld bij de vloot in 1944. Verschillende variaties in rompvorm en grootte werden overwogen, met een uiteindelijk gekozen middeloptie dat resulteerde in een schip met 235 meter lengte, 30 meter breedte en net onder 8 meter diepte. Waterverplaatsing werd teruggeduwd naar net onder 31.000 ton en de snelheid was iets wat verlaagd tot 34 knopen, met de hoofdbepansering van het schip verlaagd tot net onder 23 centimeter, maar met een neiging van 15 graden om hier deels voor te compenseren, vooral voor lange afstandsgevechten. De antiluchtbatterij werd ook versterkt en zat nu op 12 cm kanonnen in dubbeltorens, 16 40 mm kanonnen in tweelingsopstellingen en een aantal lichtere wapens beëindigd met 8 enkele 20 mm kanonnen. Dit werd deels mogelijk gemaakt door het verwijderen van de gevechtsvliegtuigen, waardoor er alleen nog 2 verkenningsvliegtuigen over waren. Er waren echter nog bezorgdheden of de magazijnen goed genoeg beschermd waren en dit werd genoteerd voor eventuele aanpassingen. Er was eveneens veel interesse in een serie tests gedaan met modellen die duiden op de preferentie van een bulpsteven, wat efficiënter was voor hoge snelheden. Dit alles resulteerde in een definitief aangepast ontwerp dat net iets langer was, de vliegtuigen volledig had verwijderd en het scheepsbereik had teruggedrongen tot 4500 zeemijlen op een relatief hoge kruissnelheid van 20 knopen. Dit ontwerp kreeg nog steeds aandacht, zelfs nu de geprefereerde bestemmingsdatum snel naderde in de lente van 1940, met de vraag of de geneigde hoofdpanzergordel intern of extern gezet moest worden. Een bezoek aan het slagschip Vittorio Veneto leidde tevens tot het aanpassen van de interne onderverdeling van het schip, maar tegen die tijd stonden
de voormalige assistenten van de Nederlanders, de Duitsers, aan de grens en vielen Nederland binnen. Wat een abrupt einde bracht aan wat was zeer waarschijnlijk de laatste ware slagkruiser die ooit was ontworpen. That's it for this video. Thanks for watching. If you have a comment or suggestion for a ship to review, let us know in the comments below. Don't forget to comment on the pinned post for dry dock questions.